Doop dat je kijkt naar de allereerste en waarschijnlijk ook de laatste aflevering van Achter de Maker. Wie zijn die makers? En hoe laagdrempelig is het contact met de matchmaker en de fondsen nou eigenlijk? Ik maak Engelstalige hip-hop, rapmuziek. En ja, ik sta voor positiviteit, voor liefde, voor unity. En uiteindelijk is dat mijn grootste doel, om dat over te brengen aan mensen. Ik ben Loene, ik zorg voor een stukje management, een stukje organisatie van wat wij hebben, van BAO Entertainment. Ja, dat is eigenlijk zoals Vincent al aangaf. Sinds 2 jaar doen we het wat zakelijker. Meer over nadenken voordat we het online zetten misschien. En voordat we het distributeren. God's Child Project. En waar we ook het fonds daarvoor benaderd hebben. Dus ik klim omhoog. Ja, we krijgen feedback, we geven feedback, we comprimeren daarin en komen tot interessante dingen, komen tot leuke dingen. En het komt van beide kanten, het is, weet je, er wordt zowel vanuit ons contact opgezocht als vanuit onze matchmaker met ons. Weet je, het is niet dat het stil ligt, van beide kanten niet. En ik voel ook zelf persoonlijk, en ik denk dat Vincent dat ook meedeelt, dat het ook objectief is, dat wij niet iemand hebben die, weet ik niet, met een bepaald oog naar ons kijkt. Ja. Of naar het project kijkt. Niet misschien naar ons als personen, maar wel naar het project of wat wij inderdaad willen uiten. Zijn, Dus is fair play. En ja, dat is goed. Dat is, is mooi dat dat er is. En we zien ook niet iemand die op ons neerkijkt op welke manier dan ook. Het is gewoon iemand die wij kennen op ons level is, ons begrijpt. Zeker. Even om een concreet voorbeeld te geven, bijna dezelfde muziek bij wijze van spreken luisteren. Ja. Dus weet je, het zit goed man. Ja. Het zit snor. Ja. We luisteren allemaal Young Villain bedoel je? We luisteren allemaal Young Villain. Om daarop aan te haken. Volgen. Zoals het project ook heet, is God's Child. Dat means we zijn alle Gods kinderen. En we zijn alle gelijk, alle geliefd. En dat willen we vooral overbrengen. Om eerlijk te zijn, willen we daar niet eens een doelgroep aan vastbinden. Zeker. Omdat het iedereen aanspreekt. En wij willen juist iedereen aanspreken. Sinds de dag dat het begon. In het leven die, die mij inspireerde om bepaalde liedjes te maken, zoals mijn tante had borstkanker, die nu gelukkig wat beter gaat. Heb ik ook een track genaamd Dear Auntie, een soort van brief naar haar, wat ze voor mij betekent, hoeveel ze voor mij betekent. Ik heb ook een gehandicapte broertje, die me ook niet alleen voor muziek, maar voor mijn eigen leven gewoon inspireert en motiveert om door te kunnen gaan en de kracht geven. Put the smile on your face, every time, every day. Precies. En elke dag mee laten tellen en elke dag weer gewoon de teller op nul en gewoon gaan. Natuurlijk heeft dat enige gevolgen. We hebben shows die gecanceld worden. We hebben zelf planningen wat we moeten cancelen eventueel. Dat kan te maken hebben met een trackopname, dat kan te maken hebben met een videoopname. Dat kan te maken hebben met, zoals ik zeg, met een afspraak wat wij gemaakt hebben, wat nu even niet door kan gaan. Kan je daar gewoon doorgaan, wat je doel is geweest, moet je niet loslaten. En lichamelijk, fysiek, betekent dat je misschien afspraken moet verzetten, dat je misschien afspraken moet omzetten naar fysiek contact of van fysiek contact naar Skype meetings, naar telefonisch gesprekken, naar e-mail gesprekken. Met dat gezegd te hebben kan je natuurlijk ook met de fondsen in contact blijven. Ja. En nogmaals, dat is niet fysiek, maar je kan in contact blijven door een e-mail te sturen, door het tot in werking te zetten, zeker, door de stappen te ondernemen tot zover dat het mogelijk is. Niet alles hoeft te onderbreken, zeg maar. Wij hebben al verschillende mailverkeer ook gehad met ons contactpersoon daar,
En afspraken staan. Nu de afspraak is dat we eventueel of samen kunnen komen of dat we dus een telefonisch of een Skype meeting hebben. Ja. En daarvoor zijn wij nu in afwachting. Dus we wachten het even af. Leven nog voor me. Dus maak een plan en hou die plan vast. En gewoon, maakt niet uit welke tegenslagen je moet gewoon die mindset hebben van doorgaan, die plan moet doorgaan. Totdat het finished is. Zet het plan neer en don't make it unfinished business, finish the business.